Schraf is een nieuw duurzaam kledingmerk met Nijmeegse roots. Het wordt geproduceerd met reststoffen. Stoffen die eigenlijk als afval worden afgeschreven. De kleding wordt donderdag voor het eerst gepresenteerd. We hebben Schraf opgericht omdat we eigenlijk heel veel textielafval zien. En we vinden dat eigenlijk super zonde, omdat ja, er is heel veel stof wat producenten over hebben en wat ze nog willen of wat ze eigenlijk als afval afschrijven, terwijl dat makkelijk gebruikt kan worden. En dat houdt Schraf eigenlijk in het beginsel, in de basis houdt dat Schraf in, dat we maken kleding van reststoffen, omdat we het gevoel hebben dat dat wat meer bijdraagt dan gewoon vette kleding uit China laten halen. Ik denk dat we ons kunnen onderscheiden doordat we niet gewoon standaard boxlogo t-shirts uit China halen, maar gewoon echt een product met een verhaal hebben. En zoals bijvoorbeeld dit witte shirt, die ik weet niet of je dat ook kan zien, maar die hebben we dus gemaakt van IKEA matras. En de bovenste laag van de matras is dat. Daar hebben we 20 meter van gevonden, toevallig in een winkel. Ja, daar hebben we dan shirts van gemaakt. En dat, ja, ik denk dat dat gewoon super vet is, dat je daardoor je goed kan onderscheiden van anderen. Ja, nou ja, vanuit onze opleiding moeten wij ons heel erg richten op duurzaamheid en op innovatie. En toen we wouden een kledingmerk opstarten en toen zaten we zo van ja, het is te makkelijk om gewoon wat leuks te doen met logo's. Dus dag zijn we gaan nadenken over waarvan is er heel veel. En toen kwamen we erachter dat er gewoon superveel textielafval is en dat je dat wel gewoon kan gebruiken. Voor Schraf in de toekomst hopen we uiteindelijk gewoon een volwaardige kledinglijn te zijn. En het vetste zou ons lijken om andere merken te kunnen inspireren om meer wat met duurzaamheid te gaan doen in plaats van alles uit fabrieken uit Azië te halen in slechte omstandigheden vaak.